staan hier voor de repetities bij Loge 10 Producties van De Vrouw in Zwart. Met Elias en Daan. En mezelf. Hm? Ja. De Vrouw in Zwart is toch? Nee, sorry. We vertellen het verhaal wel echt gewoon met z'n tweeën. U denkt dat u daar kan gaan staan en dat u uw verhaal kan vertellen en dat het hele publiek aan uw lippen zal hangen. Alsof het niks is. Waarom heeft u dan mijn hulp ingeroepen? Ik ben geen acteur. Ik heb nog de pretentie, nog de behoefte om er een te worden. Maar die vreselijke dingen die mij zijn overkomen, die moeten... Ze moeten verteld worden. We zijn het stuk De Vrouw in het Zwart aan het repeteren. En dat is in Engeland een stuk dat heel lang gelopen heeft op de West End. 30 jaar? Ja, na de Muizenval, het langstlopende stuk. En dat is nu op tournee in Engeland. En dat is een heel typisch ghost story. Een beetje bangelijk. We zijn heel blij dat we dat nu van de West End naar België kunnen brengen. Ja, dus het heeft daar 30 jaar gelopen. Het is daar vorig jaar afgerond. En we zijn blij dat we het nu hier in Antwerpen kunnen spelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed geslapen? Ja, dank u. Geen last van nachtmerries? Geen erge, dank u wel. Dus daar bent u nog niet van? Ik vrees dat die nooit meer weg zullen gaan. Het is eigenlijk het verhaal van meneer Kips, de rol van Daan. Die heeft een acteur ingehuurd om zijn verhaal te vertellen. Hij heeft iets meegemaakt in zijn leven en hij moet het kwijt. Het moet verteld worden. En daarvoor heeft hij de hulp van de acteur ingeroepen om eigenlijk zijn verhaal op theater te brengen. In theatervorm. En dat is dan eigenlijk de acteur zijn insteek om het verhaal verteld te krijgen. Ik zal mijn uiterste best doen. Maar ik kan niet zeggen dat ik al heel veel zelfvertrouwen heb. Het merkwaardig stukje van de wereld dat u me laat zien, meneer Kekwik. Ik ben de oude meneer Kips. Hij speelt dus mij toen ik jong was. En de oude meneer Kips moet van de acteur alle personages spelen die hij in zijn leven heeft ontmoet en die belangrijk zijn voor dit verhaal. En dat is dus een karrevracht aan rollen. Ik ben begonnen met een stuk of drie, maar ik ben de tel kwijtgeraakt. En dat is het testament van mevrouw Drablow. Ja. En ik wil dat u elk document, alle privépapieren van haar, doorneemt. Wat die ook mogen zijn en waar die zich ook mogen bevinden. En dat u ze allemaal meebrengt naar hier. Ja, het is heel fijn om eigenlijk de fantasie te prikkelen. Zowel van onszelf als van ons publiek. Het gaat echt over... Ja, we willen dat de mensen de fantasie zien, dat ze meegaan in ons verhaal en dat we eigenlijk alles wat wij zien, dat het publiek dat ook ziet. Ja. En dat is heel fijn om dat met z'n tweeën te brengen. We geven aan en we zetten de verbeelding van het publiek aan het werk eigenlijk. Quick! Kijk, quick! Nee, Kekwik! Het is ook een vrij intiem stuk in die zin van jullie zijn met z'n twee, alhoewel dat er toch zo een derde persoon ergens tussen zit. Ja, ja. Die hebben eigenlijk nog niet goed bekeken. Nee. De Vrouw in het Zwart. Ja, het gaat over De Vrouw in het Zwart natuurlijk. Wie van jullie gaat in vrouwenkleren gaan? Vertel het eens. Daarvan moet je komen kijken. Dat is iets wat je moet komen zien. Ze staat onder embargo. We mogen niet zeggen, our lips are sealed. Nog een 12-tal mijl. Dit is een verlaten stuk van de wereld, meneer Kips. We krijgen hier heel weinig bezoekers. Misschien omdat er niet zoveel te zien is. Het is maar wat u niet veel noemt. Zijn er nog kaarten beschikbaar? Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar helemaal niet veel meer. Nee. Mensen moeten zich echt haasten om de laatste kaarten te bemachtigen. Rap jullie konten.